Hoi, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Het is een spontane vlog. We gaan vandaag een fotoshoot doen bij het kasteel met Illustro in Portugees tuig. En ik was eigenlijk niet van plan om te vloggen, maar hey, nu ik al dat tuig zo zag, dacht ik, wauw, dat is echt zo mooi. Dat wil ik echt met jullie delen. En mijn nieuwe zadel is er. Ja, jullie kunnen er nog niet zoveel van zien, maar in een volgende video ga ik het laten zien. Ik hou het nu nog even spannend, zeg maar. Heb ik best wel mooi gewassen. Hij is best wel goed wit geworden. Ik heb maar even niet gevlogd hoe ik hem vanochtend aantrof, want dat is elke dag ellende. Oh, de honden slaan aan. Omdat Robin en Maaike er aankomen. Die kennen jullie denk ik wel uit de vlogs van Feline. En Pikkeltje, ik wil even praten. En Suzanne is er ook bij, als jullie dit nog konden verstaan. Ja, ik heb allemaal mooie spulletjes. Deze beenbeschermers die had ik zelf nog. Het zijn leren beenbeschermers. Deze single past helaas niet, die is te kort. Dus ik heb mijn springsingle meegenomen. Past er niet helemaal bij, maar ik hoop dat in ieder geval het zadel dan past. Een borsttuig. Een Portugees zadel. Die gisteren niet dicht ging omdat het single te kort was. Dus ik hoop echt heel erg dat het gaat passen. En aan het zadel zit weer een staartriem. En hier hoort eigenlijk zo'n bondje bij. Die heb ik hier. Kijk. Het is misschien wel gewoon interessant voor jullie om dat zeg maar te zien. Dat zie je heel vaak bij Lusitano's. Die ligt dan zeg maar zo achter het zadel, bij de lenden. Hè? Alleen ik ben een beetje anti-bond, dus ik ga dat maar niet gebruiken. Ik vind het echt zielig. Kijk dan. Verder. Portugese beugels. Nou, toevallig dat mijn cap er super mooi bij past, omdat die bruin is met goud. Een heel mooi chabrak. Ook bruin met goud. En het is echt een heel, het is heel dik spul. Het lijkt wel een soort van traagschuim of zo. Een Portugees hoofdstel. Met teugels. Jullie zien dat dit hoofdstel licht is en dat de teugels en de staartriem en de borstriem allemaal donkerder zijn. Het komt omdat het eigenlijk bij dit hoofdstel hoort, maar ik vond deze wat te grof voor Illustro. Kijk, die heeft een heel brede neusriem en Illustro heeft maar een klein hoofdje. Oh ja, en natuurlijk mijn laarzen, die passen erbij. Dus we gaan dit hoofdstel gebruiken. Helaas had ik alleen een zilver bitje, geen goud, maar ja, hè. Dit hoofdstel is heel clean, dus dat was eventueel ook nog een optie. En ik heb een Portugees bit, maar ja, de Illustro heeft het nog nooit ingehaald. Dus ik denk dat ik dat even cancel. Nou, dan mijn eigen kleren. Of als jullie geïnteresseerd zijn. Dit is een broek. Dat is echt zo'n hele wijde broek. Het is een bijna zo'n soort van broekrok. Die komt gewoon van AliExpress. Voor volgens mij 15 euro of zo. En dat lijkt heel erg op een Portugese rijrok. Maar die heb ik dus niet. Dus vandaar dit. Dit is een wedstrijdbloesje van Harry's Horse. Heb ik ooit in de uitverkocht voor 15 euro gekocht. En heb ik met textielsverf heb ik die bruin gemaakt, want die was eigenlijk wit. En door dit, ja, deze roesjes vind ik het wel een beetje een barokke uitstraling geven. Nou, dit jasje heb ik ook gratis gekregen van iemand. Ik had ooit een koffer met gratis kleding en die ging dan steeds van persoon naar persoon naar persoon naar persoon. En iedereen haalde daar nog steeds wat uit en ging er weer iets terug in. Maar dat patroontje vind ik ook wel een beetje barok. Dit vest is zo'n vest met van die leuke elleboogstukken. Die komt van de kringloop, die vond ik daar. Dat is echt splinternieuw. Dit is echt een what's in my bag. En dit jasje, die kennen jullie natuurlijk van de Working Equitation. Dat is echt, ja, er zit een heel mooi glansje in en hele mooie, hoe heet het? In het Arabisch heet dit swiffa, maar ik weet niet hoe het heet. Whatever.
Dit heb ik ook gewoon in een outlet gekocht van een boutique. Gewoon een normale mensenkleding, zeg maar. En die roesjes waren heel lang en die heb ik gewoon afgeknipt. Dus die is ook nog wel leuk. En dat was het. Ja. En ik heb natuurlijk gewoon mijn bruine rijbroek aan. Ja. Dit wordt geen vlechttutorial, want ik ben er heel slecht in. Normaal vlecht ik alleen maar gewoon de hengstenvlecht onderlangs, zeg maar. Ik weet niet eens het verschil tussen een bergvlecht en een hengstenvlecht. Maar ik ook nooit. Ik heb nou een soort van middenscheiding gemaakt en nu probeer ik het echt de vlecht bovenop te maken. Dus dat hij echt zo helemaal op zijn hals komt te liggen en niet ernaast. Dus dat ben ik aan het proberen. Ik ga ooit misschien wel een invlecht video maken, maar dan wil ik eerst echt pro zijn. Dus ik wil nog even een paar jaar oefenen, veel op wedstrijd gaan met strootje en deed ik het nou goed van? Ja. Ja? Van buiten weer naar binnen, zo. Yes. Het lijkt best wel ergens op, hè? Dat is pretty. Ik hoop dat hij strak genoeg zit, niet dat hij dan één keer schudt en dan alles eruit. Ik denk dat ik dit maar los hou, want dat is altijd bij hem. Het is een korte plukje. Je nog een heel klein plukje onder zitten. Oh ja. Hij leunt echt zo om mijn hand. Oh. Echt? Oh. Leuk, Estro. Heel braaf. Oh, nu slaap ik bijna. Het past met de springsingel. Niet zo mooi, maar ja, het zit toch onder die buik daar. En dan met een staartriem. Dat is de eerste keer voor Stro. Je moet altijd een vuist zo eronder kunnen doen. En ja, het staat dan wel heel mooi. Ik moet dit nog eventjes zo erin friemelen. Maar daar heb ik even twee handen voor nodig. Strootje. Wat heb je nou voor kostuum aan dan? Wat is dat nou? Oh. Nou, we moeten ongeveer een kwartiertje wandelen door het bos. Dus dat is ook geen straf. En dan gaan we naar het kasteel. En even vragen of we daar foto's mogen maken. Maar de vorige keer mocht het wel met snuit. Dus ik denk als we geen overlast veroorzaken dat het wel gaat lukken. Jongens, ik loop echt op het beruchte kikkerpad. Meestal zit ik dan op mijn paard. Want ik ga hier meestal in deze tijd van het jaar echt niet lopen. Dus ik loop heel erg snel. En de meiden daarachter vinden het hier helemaal mooi. En ze helemaal aan het genieten. En ik denk echt van oké, snel weg van dit kikkerpad. Maaike, ga ik het doen? Eten? Strootje. Hey! Ja? Ja! Strootje! Oh ja! Dat... Oh, oh! Oh! Ja. Ja, nu zul je. Er komt wel een vrachtwagen. Ja, dat mag maar. Zo, we zijn weer onze beruchte heuveltraining aan het doen. Het gaat hier altijd best wel flink omhoog. En de meiden zijn met de auto terug. Het kasteel is heel dicht bij de stal hoor, maar dan hoeven we niet weer helemaal door het bos heen met alle spullen te slepen. En ik ben hier lekker chill met Illustro.
bos, helemaal alleen, zonder ander paard. Dat vind ik echt heel erg knap van hem. Hij is heel erg relaxed, voelt super safe. Even uitkijken als het rood, dat je niet valt. Oh, het is echt een beetje eng hier, hè? Goed zo, baby. Knap hoor. Zo, oh ja, we zijn boven. Goed zo, jongen. Kijk, het is echt super diep. Maar altijd wel heel erg leuk om te doen. Daar worden ze gewoon lekker handig van. Je moet ze ook niet te veel verwennen met alleen maar super strakke achterbergbodems en zo. Tenminste, dat is mijn mening hoor. Ik vind het ook gewoon goed om met die paarden op ongelijke bodem, op ongelijke ondergrond, zeg maar zoals in het bos, een beetje heuveltjes en dat soort dingen te doen. Hey, Sluit! Hey, meisje! Dat is de buurvrouw, hè, Stro? Dat weet je wel. Goed gezien. Maar dat is Sluitje. Oh, even met de buurvrouw neuzen. Kijk uit voor het stroom. Ga maar even. Ik vind het niet zo fijn. Hey, Sluit! Het was leuk. Ilisa was super braaf. En zijn jullie nou heel erg nieuwsgierig naar het eindresultaat? Blijf dan even kijken, want ik zal alle foto's hier achteraan plakken. En wil je meer weten over de fotografen? Susanne. Hi. Maaike. Dan zal ik even linkjes hieronder delen in de beschrijving naar hun pagina's. Dan kan je dat even rustig bekijken. En vergeet ook zeker niet om een duimpje omhoog te doen onder de video's. Want dan weet ik dat ik een beetje goed bezig ben. Dat jullie de video's waarderen. En check natuurlijk ook even of je al geabonneerd bent. En op het belletje hebt geklikt. Zo, dan zijn we weer bij. Doeg!